Goedemorgen jongens, welkom bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. En ik heb lang niet gevlogd, maar daar gaat vandaag verandering in komen. Ik ga vandaag naar First Look toe, dus ik heb gewoon super veel zin om daar natuurlijk heen te gaan. Het is op dit moment, zoals jullie zien, bijna 10:30. Om 11 uur gaan de deuren daar zo open, dus ik ga dadelijk eventjes maar rustig aankleden. En dan ga ik daar naartoe, dus ben ik er iets later dan 11 uur, want ja, het heeft voor mij niet zo heel veel zin om nu al... Nee, dan gaan we dus eigenlijk weer in een lange rij. Dus we gaan het wel gewoon zien. Ik heb mijn kaartje in mijn mail staan. Dus ik ga daar even rustig douchen, me aankleden. Maar in ieder geval, top dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Laat eventjes een blauw duimpje omhoog achter. Helpt natuurlijk enorm. En we gaan gewoon straks lekker naar Utrecht toe. Ik heb er super veel zin in. Maar eerst eventjes een beetje wakker worden. En dadelijk gaan douchen. Ik ben op dit moment ook eventjes mijn scheikunde aan het leren. Want ik heb daar dinsdag een proefwerk van. Dus ik ga nu toch nog niet gelijk naar First Look toe, want ik ga samen met Maxine naartoe. Dus dan dacht ik van, ik ga nog even mijn scheikunde leren. En op zich, wat ik nu allemaal moet leren, is best wel makkelijk. Alleen, sommige dingen zoals propaan, et cetera, die hier staan, deze dingetjes, die zijn er al lastig. Want dat is heel erg ingewikkeld natuurlijk, want je hebt methaan, dat is dan CH4, ethaan, C3H6, propaan, C3H8. Het is allemaal best wel... iets wat om elkaar lijkt. Dus dit moet je heel goed uit je hoofd leren. Want daar hebben we, laat maar zeggen, de toets van. En deze dingen hoeven we dus nog niet te weten, want daar zijn we nog niet. Dus we moeten eigenlijk deze hele bladzijde weten van formules. En dan deze hele bladzijde. En dan nog eens het hele hoofdstuk erbij leren. En dat zijn dit soort dingetjes. Dus dat moet wel goed komen. Ik doe scheikunde dit jaar natuurlijk voor de tweede keer. Dus ik herken dingen al vrijwel snel. Wat ik vorig jaar niet snapte, snap ik nu, laat maar zeggen, iets makkelijker. Want vorig jaar kon ik dus echt helemaal niet kloppend maken. En dat kan ik dus nu wel. Voor de mensen die geen scheikunde hebben, die denken echt, what the fuck is kloppend maken? En misschien sommige mensen die nu ook scheikunde hebben, denken ook, wat is kloppend maken? Dat ga je misschien krijgen. Misschien ook niet. Dus laat maar zeggen, als je een reactievergelijking hebt en dan de moleculen gelijk moet maken. Dus als je bijvoorbeeld 5 waterstofmoleculen hebt en achter de pijl heb je er 10, dan heb je 2 van die... het is heel moeilijk uit te leggen. Ik snap het in ieder geval. Als je het hebt, dan snap je het. Heb je het niet, dan snap je het waarschijnlijk niet. Maar het doet er niet toe. Dus ik ga nu eventjes mijn scheikunde leren. En dan ga ik dadelijk eventjes douchen en mijzelf aankleden. Want ik ga niet zo naar First Look. Dat kan niet. Ik heb namens een klein probleempje dat ik zelf het aankleden soms een beetje kut vind. Dus ik heb daar een trucje voor. Moet jullie oplellen. Ik ga dadelijk mijn vingers klippen. En er gebeurt er echt iets geks. 3, 2, 1. Kijk eens aan. Zo doe je het, dan ben je gewoon aangekleed en ben je eigenlijk wel klaar om weg te gaan. Even kijken, moet ik nog wat doen. Ik ga eventjes mijn bed opmaken. Ja, dan heb ik eigenlijk wel alles gedaan en dan kan ik gewoon gaan, jongens. Ik heb gewoon vandaag een keer mijn eigen bed erin gekropt. Die heb ik echt lang niet aangehad in een vlog. Ik doe me alleen wel denk ik achter de vorige week nog niet hoe ik hem moet dragen. Ik zit altijd twijfel op mijn bed zo, of laat maar zeggen, zo moet dragen. Maar als ik aan het vloggen ben, vind ik hem zo niet echt staan. Maar ik weet het niet. Nu in ieder geval even mijn bed opmaken. Mijn schoenen aan gaan doen. En dan ga ik daar rustig naar de tram lopen. En richting Den Haag Centraal. Waar ik met Maxime heb afgesproken natuurlijk. Dus ik denk dat ik hem toch maar zo ga doen. Want dat staat mij iets beter. We zijn opeens op Schiphol. Ik ben samen met Maxime. En eigenlijk kan je gewoon rechtstreeks naar Utrecht. Maar de NS had vandaag besloten dat we even om moesten rijden. Ja. Dus zullen we even een enkeltje boeken naar Monaco? Zullen we eerst Starbucks halen? Ja, prima. Gaan we eventjes doen. We gaan even een koffietje halen, jongens. Let's go. Jongens, we lopen onder een paraplu, want het is fucking hard aan het regenen. En we hebben net echt iets moois meegemaakt. Oh god. We zaten in een stiltecafé. En Max vroeg... Ik ga jou onder de paraplu. Ik hou mijn camera alleen onder de paraplu. Okay. En Max die zei dus op een gegeven moment van... we waren gewoon aan het praten over Formule 1. En opeens kwam er zo'n man naar ons toe en die zei van... Ja, ik zit in een stiltecafé, bla bla bla. Iedereen was aan het praten, dus het was gewoon no sense om dat eigenlijk tegen ons alleen te zeggen. Op een gegeven moment zei ik van, Max wist laat maar zeggen niet waar hij zat. En ik wilde dus een foto van hem maken. Wat gebeurde er? Flits aan. Ja, mijn flits stond gewoon vol aan. En ik kon er weinig aan doen, weet je. Dus ik snam mijn telefoon weg doen. Maar had gelukkig niet gezien. Dus we zijn safe. Zo jongens, we hebben het gehaald. We zijn binnen. We gaan even de mensen zoeken waar we mee afgesproken hadden. Dus we hebben ons bandje om. En het is wel weer leuk. Het is groot. Het ziet hier allemaal uit. Dus let's go. We gaan daar een poppetje spelen. Ja, ik deed hem goed. Hè. Ik ben samen met Max en met Puk. Ja, een klein schermpje. Ja, moet even wennen, hè? Ja, kijk even, jongens. Kijk even wat voor ding zij heeft. Ja, je hebt altijd baas boven baas, hè? Wij gaan dus nu een potje Call of Duty spelen. Ik ga even hier mijn class aanmaken en dan proberen zo goed mogelijk te spelen. Ik speel tegen Maxime, Puk
En op dit moment nog niet meer mensen. Ik ben eerste. Ik ben tweede. Hoeveel is de spuk? Ik heb geen idee. Het ging niet wel lekker, dat weet ik wel. We zitten op dit moment eventjes chill bij de Twitch lounge, want zoals je weet zijn Maxime, ik en Puk Twitch partner. Dus we kunnen hier gewoon lekker wat zitten drinken en we zijn op dit moment aan het drinken. Het is echt gewoon super chill, want het is echt heel apart hier. Puk is daar aan het vlogen. Hey. Kijk, het zit laat maar zeggen zo, je kan daar chillen, hier staat een ijskast. En ze hebben hier gewoon een SNS mini jongens. Holy shit. En een PlayStation. Dus je kan hier gewoon gamen als je wil. Wij gaan nu eventjes wat eten met z'n allen. First look zetten voor mij dit jaar op. Want jullie gaan morgen nog een dagje. Toch? Ja. Ik niet. Jij niet, jij wel. Jij ook nog? Nee. Wie gaat van hier? Niemand meer? Nee. Alleen jij? Ja. Met wie ga je nog meer? Niemand. Je gaat hier eentje heen? Ja. Nou, we gaan dus nu eventjes wat eten. Samen met Maxime Pien. Ja. Was gezellig toch? Ja, hey jongen, we gaan even eten. Oké, doei. Dat moet ik even zeggen, weet je, het is een vlog. Maar ja, we zijn dus bij een Griek op dit moment. Kijk maar, daar is die. Dit is de baas. Ja, bij de Griek. Dit is maar de Griek. Kijk maar. Hallo meneer. Ja, ja. Ja, dit is materiaal. Dit is kikker, kijk daar loopt hij. Dit is de baas, Chefie. Hij is er trots op, we hebben goede zaak. Jongens, ik vind het voor vandaag wel genoeg geweest, moet ik jullie eerlijk zeggen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze vlog. Laat even je blauw duimpje omhoog achter. Abonneer voor meer. En ja, waarschijnlijk morgen om 3 uur weer een nieuwe video. Vergeet het niet uit te checken. En jongens, tot de volgende keer. Doei.